Let's we begin. Let we begin. Wat gaan we doen, Lesjo? En eigenlijk wil ik hier nog wat opvulling. En een retouch en mijn lippen ga ik ook doen. Nou ja, kijk, zo worden ze dan. Kijk, zo laten we het. Dit vinden we zelf het mooiste, hè, mam? Ja, de donkere. Ja, allerleukste. Oké, dan gaan we hier voor het resultaat. Mama is niet bij, hoor. Wij moeten nog een beetje zware alles doen. Nou, zoals je kan zien, is dit allemaal handwerk. Ook leuk om een winactie te doen. Eigenlijk mogen jullie bepalen of we dus de body weggeven, een exemplaar, of een van onze t-shirts. Welkom bij een nieuwe Rijnsvlog. In deze vlog ga je voornamelijk mij zien. Ja, we nemen een keer de dagopzetting ergens anders op dan bij mij thuis. En even bij Jules thuis, aangezien wij al in Zandvoort waren en makkelijk was. En wat gaan jullie zien? Jullie gaan zien hoe ik mijn wenkbrauwen opnieuw bijwerk en wat ik met mijn lippen ga doen. Helaas kon ik dat niet doen vanwege mijn allergie. Dus ben je benieuwd, blijf ons vlog bekijken. Leuk, Rijners. Weet je dat ik vandaag niet was Jules toen? Nee, joh. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Zoals je ziet heb ik nog helemaal niks op mijn wenkbrauwen. Ik ga naar de Acacia en ik wil eigenlijk de stijl scherp. Stijl scherp. Kijk in een andere spiegel. Oké, ik ben ready om naar Acacia te gaan voor mijn wenkbrauwen. Ik heb nu niks ingetekend zoals jullie zien. Ik ga voor de tweede keer voor een retouch. En ik ga ook mijn lippen pigmenteren en inkleuren. Ik draag vandaag de Rijners of Shoulder Top van twee zomercollecties geleden. Nieuwe Prada belt bag. Nou, niet belt bag. Je kan hem eigenlijk dragen als handtasje, maar ook als riem. Mijn Burberry broek en mijn Balenciaga triple S'jes. Op naar Acacia. Maar eerst moet ik een kleine stinkje afzetten bij Marie. Hij stink. En dan gaan we mijn wenkbrauwen doen. Is hij goed? Ja. Oké, dit zijn mijn wenkbrauwen. Hiervoor. Jules heeft net even Stinky afgebracht en gaat nu naar Acacia. Niks op mijn wenkbrauwen zitten nu. Nee, ik ga even instellen. En eigenlijk wil ik hier nog wat opvulling. Eigenlijk een retouch en mijn lippen ga ik ook doen. Ja, lipliner, hè? Lippigmentatie gaan we doen. Ik heb nu wel dingetjes op, maar... Dus dit is de before en Jules gaat zo met mama. Voor de after. De after. En wij zijn ready. Als je naar me kijkt, zie je dat die scherp staat? Deze toch? Nee, ja, hij zit al aan. Wat wil je? Dat ik je heel dichtbij vlog of niet? Allebei. Beide. Of ja, niet? Terwijl ze bezig is. Wacht even voor Jules. Record, hij is nu aan het opnemen al. Ah, even kijken hoor, daar zijn wij weer. Hoe gezellig. Hoe leuk, gaan we weer. We hebben er weer zin in, toch? Ja, ga er weer helemaal voor. Even een touch-up vandaag. Hier is dus helemaal niets aan getekend en gedaan. En Jules wil het wat strakker, hè Jules? Ja, en wat donkerder. En wat donkerder. Well, let's go. Oké, even tijdens de behandeling even een stukje vastleggen. Serieus werk. Oké, stap 2. Daar gaan we weer. Microblading en nu zijn we bezig met de powderbrows. Ja, de microblading hebben we eventjes bij de neus en de hoeklijn gedaan. Het aangezicht en Jules wil graag powderbrows dan zeg maar zo verloopt. Dat is een mooie combi brow. Zij kan. Oké, dan gaan we hier voor het resultaat. Alles waar die voor staat, hij zij verstaat. Wow. Erg mooi, Jules. Ja, prachtig. Heel mooi. Powderbrows en microblading. All pretty, all my eyebrows. En nu is mams aan de beurt. Mamski, Mamski. Mamski. Ik heb heel veel vragen bij jou. Hoe het bij jou was geworden? Nou, oké. Gaan we het zien. We gaan nu ook weer beginnen. Mama is nu ook bezig met powderbrows. En op het uiteinde gaan we ook weer voor een beetje microblading. Benieuwd. Yes. En microblading. Even nalopen. Maar we zijn bijna klaar. Nog even schoonmaken. Het is echt zo'n fijn gevoel. Oh, heerlijk. Kijk, zo laten we het. Dit vinden we zelf het mooiste, hè, mam? Ja, het donkere. Dat vind ik het allerleukste. Ook mama van Rijners dat heeft dikke wenkbrauwen. Dat het lekker goed in je poriën trekt. Oh, dit hè? Lekker. Pretty brows. Nice, isn't it? Het wordt heel natuurlijk blij mee. Echt heel mooi, man. Ja, hè? Het is een beetje rood nu, maar... Ja, dat komt door het... Een beetje bloederig er doorheen. Dat trekt, maar dat trekt weg. Ja. Dat trekt weg. Dat heb ik al van de eerste keer ervaren. Ja. Nou, we gaan nu ook eens even kijken voor de liplijn. Eerst even aftekenen hoe ze het wil hebben. Super strak, hoor. Nou ja, kijk, zo worden ze dan. Het is een beetje geïrriteerd. Hey, hoor. Even voor de kijkers thuis. Dit is dus de verdovingscreme. Oké. Mm-hmm. Oké, okay, nou, tot straks. Oké. Okay. Lekker nude kleurtje. Super strakke liplijn. Maar het ziet er erg mooi uit, hoor, Jules. We hadden allebei een afspraak bij Acacia voor onze wenkbrauwen en voor onze lippen. Zoals jullie weten, als jullie de vorige week nog hebben gezien, had ik opeens een allergie opgelopen. En nu heb ik het alleen nog maar op mijn voorhoofd.
Maar ik kon van die allergie dus helaas niet de behandeling bij Acacia voor mijn wenkbrauwen. Wat is precies het verschil tussen powerbrows, microblading en haartjes of niet, tatoeëren? Noem maar op. Wij gaan het vertellen. Ik ging dus voor een retouch voor microblading. Dan snijden ze eigenlijk je huid open en daarna doen ze pigment erin. Maar ik hou toch wel van hele heftige donkere wenkbrauwen. Dus nu ben zoals jullie allemaal weten. Ben ik geadviseerd om de buitenkant in te kleuren powder brows. Dat het gewoon helemaal egaal, een soort van schaduwachtige oogschaduw lijkt. Dat gaan we altijd hebben. Ja. En het begin microblading. Ik zit nu in mijn acne fase, want de korstjes vallen nu af. En de kleur die is weggetrokken. Ja. Die komt dan over 2 weken weer terug. En dan zal ik met jullie het eindresultaat delen. Maar nu heb ik dus niks op. En ik zit vol met vaseline ingesmeerd. Voor de mensen die vroegen of het pijn deed. Ik heb een beetje een lage pijngrens. Maar op zich wordt je gewoon goed verdoofd. En is het, ja, het is geen leuke pijn. Maar net als piercing. Het is ook geen leuke pijn. Maar op zich viel het best mee. En die lippen was helemaal. Ik kreeg een hele erge verdovende crème op mijn lippen. Dus eigenlijk viel het ook wel mee weer. Maar gewoon een irritant gevoeletje. Net als een tatoeage voor de mensen die dat hebben. Zo'n soort gevoel. Dus deze combinatie hebben we dus bewust gekozen. Aangezien we aan het begin iets minder aangetekend willen hebben. Dus dan de microblading, de haartjes. En dan uiteindelijk de powder brows. En jij hebt al gedaan. En ik moet nog. Ik heb nu wel mijn wenkbrauwen bijgetekend. Aangezien ik nog de tweede tasje al. Al in december moesten we dat al doen. Dus een beetje laat. Dus een beetje laat. Waardoor mijn allergie kon het niet. Dus je kan niet wachten om ook die behandeling te doen. Het is 8:00 PM. En dit is de status van mijn lippen momenteel. Je ziet al een beetje, het gaat korsten. Mijn wenkbrauwen gaan ook goed. En ik ga nu mijn haar veunen. Het regent onwijs hard. Dus ik ga steentje erbij pakken en ga naar mijn kapper. Dan ga ik voor jullie filmen hoe mijn haar van dit een mooie gebeurt gaan. En ik draag vandaag nieuwe Rijnis t-shirtje. Het is het Benz, Yeezy Coat en een Sarah Billy. En zo neem ik steentje mee. In Turin. Onderweg in de regen en hij loopt super slim langs de zijkantjes. Wordt hij niet dat? Oké, ik ben nu bij de kapper. Maar hij is net lekker gewassen. Stinky is mee. En dan gaan we het zo veunen. Joep. Hallo. Oh, daar is Marie. Hi. Hi. Wat een gezellig guy. Hallo Marie. Zit je haar mooi ook? Heel goed naar de kapper geweest vroeg. Oh, mama toch. Ja. Goedemorgen, mama. Doei, mama. Hi, Stink. Stink. Ik wil slapen. Oh, nou, zeg. Ietietje van me. Ja. Gaat Stink naar mama vandaag? Nee, ja, vanmiddag. Ja, nou, naar mama de kapper. Naar je kapper. Stinker. Ready for a new afstand. We hebben het over mijn allergie. Almost gone. Yes, yes. Heb jij lipstift mee, Sjoel, voor vandaag? Nee, ja, ik mag geen lipstift op. Oh, nee, maar dan heb ik het op mijn kantoor. Hey, Stink. Did you miss me? Heb jij alweer lipstift opgedaan, want die mag? Mama. De Elton John. Dat mag wel, Elton John. Oh, beelden. Eerste krul is er. Dus jij zit al sinds hier af, sinds 8:00? Ja. Ah. Good morning. Good morning. Good morning. Klein spinnetje. Ja. Nu kan je nog mee veren. Ik heb een sjaal mee voor straks op mijn hoofd. Dus nou, helemaal goed. Kijken. Hij had alles in de gaten. Stink, wil jij de borstels pakken? Stink heeft het gehad. Uur geslapen, Stink, ja? Ben je klaar? Nou, in ieder geval mooi haar voor de foto straks. Dan wil jij eerst op een Stinkje vaststellen. Hij is zo wakker dat hij... Stinkertje. Ja. Nou, je haar is weer mooi hoor. Het is zo prachtig dat dit dan zo chic bol staat. Ja, ik ook mooi. Dat is zo mooi. Ik vind sowieso volume. Nee, krijg ik ook niet. Het lijkt net of je een pop bent of je allemaal nep is. Nou, zo leuk. Mooi hè, echt zo mooi van de Sophia Loren tijd en zo. Die kapsel. Ja, maar ik vind het zo prachtig. Ja, waanzinnig. Moet je kijk, je moet even naar mij draaien in plaats van naar de spiegel. Leuk. Je zit alleen net in een spotlightje, even naar voren. Oh. Toch een nieuwe telefoon? Zo, is beter. Nou, mooi zo. Heel mooi. Pretty. Ik kan niet te veel aanzetten. Nee, jij zit veel te veel aan je haar altijd. Leuk, Jill John. Ja, dat vind ik heel lief. Ja, ik ben heel gezond. Happy. Oké, protect for the weather. Ah. You ready? Je bent net stink nu. Hetzelfde. We hebben ook nog wat nieuws, namelijk lippigmentatie. Lippigmentatie. Ja, jij hebt nu je lipstift op. Ja, dat is niet zo heel slim. Maar ik heb mijn lippen verduidelijkt.
Dus eigenlijk een lipliner. Heb ik een lipliner laten zetten in een pure nude. Zodat mijn eigen lippen groter of iets groter lijken. En eigenlijk vind ik het een heel mooi resultaat. Alleen net zoals nu ook, de korstjes zijn er afgevallen. De kleur is weg. Nu dus over 2 weken komt de kleur weer terug. Ja. En dan kan ik het pas goed laten zien. Dan is het ook gewoon mooi zonder lipstick. Als je nou wakker wordt, je wel echt gewoon je mooi gevormd je lippen kan inbrengen. Dit kan met fillers en zonder fillers. Ook dus met? Volgens mij niet. Ja, met. Oh, met wel. Het enige is met fillers, af en toe gaat het na een loop van de tijd gaat het weer weg. Dan kunnen je lippen geven. En dan heb je natuurlijk altijd al een randje in je lippen. Dus het beste is om eigenlijk zonder na je fillers dan pas een lipliner te zetten. Stel je dat wil nemen. En ook mama was natuurlijk van de partij. Ja, mama heeft iets minder wenkbrauw dan ons. Iets minder, gewoon blond. Zij kan nog opnemen. Dus die is eigenlijk helemaal, die is het meest tevreden. Want die wordt gewoon wakker met wenkbrauwen. Dat heb ik ook voor jullie gefilmd. We hebben toch heel veel vraagjes over in de vorige vlog. Hoe mama de wenkbrauwen er nu uitzien. Dus ik heb het voor jullie gefilmd. En mama heeft zonder verdoving gedaan. Dus dat is echt een bikkel. Mama is niet bij jou. Wij moeten nog beetje waren alles doen. Dus ja, we hebben jullie eigenlijk meegenomen. Doen we bij Acacia. Zij doet het al heel lang. Zij doet ook masterclasses en trainingen. Dus als jullie namelijk benieuwd daarnaar zijn, kan je altijd inschrijven. Kun je doen even het linkje van Acacia in zijn manier. Ja, en dan kan je er altijd even een DM-berichtje sturen. En we houden natuurlijk helemaal op de date. Ik ga nog voor mijn behandeling. Ik wilde al deze week voor deze week nog al erbij doen. Maar mijn allergie is nog steeds niet weg. Dus ik ga denk ik volgende week de afspraak met haar inplannen om over de behandeling om te gaan. Ook voor mijn lippen, maar ook voor mijn wenkbrauwen. En we hebben allebei nu ook nog een nieuwe collectie aan. Ja, ik laat even jouw outfit zien. En even je wenkbrauwen nu van Close Up met Vaseline. Dat je nog even die tussenperiode ziet. We zijn nu precies een week verder. Goed licht op tafel. Even kijken. Nu wel een beetje charmant filmen, want ja. Op het andere filmpje heeft mama mij zo vol. Kijk, nu zie je dit aan het begin de haartjes en hier nog helemaal ingekleurd. De kleur moet nog helemaal iets bruiner worden. Het is nu een beetje zwart. Die lippen kan ik niet laten zien, maar wel je nieuwe body. Sta eventjes op. Als je wil. Julie draagt de nieuwe Reiners body. Het is echt een heerlijk materiaal. Het is onwijs stretchy. Ja. Voor de meisjes die vroegen of het op maat valt. Wij dragen gewoon onze huidige maat. Maar ik vind het dan ook wel mooi met een body dat het niet te strak zit. Maar ook voor je BH-banden. En strakker dragen, zo kan je makkelijk een maatje kleiner adviseren. Ja. En ik draag daarbij ook de onze sportlegging. Met alvast de nieuwe slippers, maar... Oh ja, mensen vragen zich af of je hier dan alleen nog maar in kan sporten. Nee, wij noemen het eigenlijk gewoon sportlegging omdat het gewoon heerlijk materiaal is. Wij dragen dit ook gewoon voor alledaags. En ik heb dit vandaag naar de stad. Perfect match. Echt leuk. Helemaal in zwart. Wij gaan ook zo leuk een foto posten. Moeten we even posten nog. Leuk hoor. En je hebt ook het Reinersopbelletje in. Met diamantjes. Ook leuk. Hey Stink. Kan jij ook filmen? Ja. Mooi licht hier. Is er... Ik ben een t-shirt goed geknoopt. Aangezien ik los naar van huis ging. Even kijken, ziet er beeldig uit. Marie heeft vandaag de Reiners sequin t-shirtjes aan met All Over Stars. Haal eens uit je broek. En mensen vragen waarvoor deze een van onze duurste items zijn van een t-shirt. Nou, zoals je kan zien is dit allemaal handwerk. Elk pailletje, al die steentjes, allemaal applicaties. En het is gewoon heel veel stof aangezien het one size is. Dus vandaar dat het wat prijzig is, maar het is echt het geld waard, jongens. Heel leuk voor de zomer. Maar normaal knoopt Marie dus. Ja. En ze draagt het nu momenteel met een Levi's broekje. Ja, ik en een spijkerbroek. Maar dan hebben we ook de Gucci schoentjes erbij gecombineerd. Want die zijn ook heerlijk glimmend. Ja, ik kan wel even dat al die stenen af zijn gevallen. Welke stenen? Kijk. Die heb ik bewaard. Oh, die heb ik bewaard. Die hebben een Balberens gekocht. Hoe beeldig zijn ze? En het is gewoon super leuk bij het crème shirtje. En Marie draagt ook heel veel sieraden. De Dior choker, die is niet van Reiners. Deze allemaal wel. En wel, wij combineren eigenlijk de armbanden met stenen en zonder steentjes. En de Reiners. En de Reiners ring. En die hebben ook de stukjes in. Marie heeft ook de stukjes in, want heel veel vragen naar onze sieraden. Met glitter en ook hier ook zonder. Zonder glittertje. Zo, dit was de look of today. Willen jullie meer van dit soort lookjes? Gaan we dit vaker filmen voor jullie? Ja. We zijn nu in de winkels, we krijgen heel veel leuke reacties en ik onwijs veel ook leuk om een winactie te doen. Zeker leuk om winactie. Eigenlijk mogen we nu bepalen of we dus de body weggeven, een exemplaar of een van onze t-shirts. Kom het belonen, gaan we het volgende week gaan we bekendmaken wat we gaan weggeven. Ja, en dan moet je eigenlijk even onder deze vlog reageren wat voor item je wil winnen. Je hoeft niet je maat om te zetten aangezien alles one size is van de t-shirts, wel als je de body wil winnen. Dan maken wij volgende week de winnares bekend. Dus dat is wel een heel leuk idee om het te vieren met jullie. En wat we verder deze week vlog gaan doen is eigenlijk nog een beetje chill thuis. Ja, en onze China-tip is gecanceld.
Ja, vinden wij natuurlijk, gaat onze gezondheid voor. Maar ja, wij werken natuurlijk altijd in China. Dus voor onze collectie is het altijd wel top. En kunnen we alles doornemen langs elke fabrikant. Ja, dus nu moeten we onszelf echt even opsluiten in Nederland. Echt in de showroom. Echt elk item goed te checken en alle comments te doen. Normaal gesproken doen we het daar. Maar gelukkig maken we alle samples dubbel. Dus hebben we alles in Nederland. Dus no stress. En is tegenwoordig mail, Skype, WeChat zo. Heel erg handig. Nu voor deze tijd ook wel weer. Dat het eigenlijk ook nu prima kan. Is natuurlijk niet de bedoeling dat we altijd thuis blijven. Dus we hopen dat het ook snel weer overgaat. Ja, we kregen ook heel veel vragen van jullie mogen echt niet gaan. Jullie weten dat we dit hebben gecanceld. We willen geen onnodige risico's nemen. En nou, we zijn wel benieuwd hoe het verder zich gaat ontwikkelen. Maar wij gaan in ieder geval niet. Dus dat. Marie gaat vandaag nog een verjaardag van Robin en Loes samen. Ja, bij Sissu Lounge. Bij Sissu gezellig gaan we nog even sushi eten. Chris wil nog naar Palladium, maar of we dan daarheen gaan, weet ik niet. Ben je benieuwd? Blijf ons vlog bekijken. Love, vrienden.